lieve kinderen. Ik ga jullie een verhaaltje vertellen van een jongen die eventjes voor Sinterklaas wou spelen. Vroeg in de ochtend werd er aangebeld bij het winterpaleis van Sinterklaas. Ding dong! Deurpiet was nog maar net wakker. Hij wrijft de slaap uit zijn ogen en zegt, de postbode is vroeg vandaag. Maar het is de postbode niet. Er staat een jongetje voor de deur. Hallo, zegt hij. Is Sinterklaas thuis? Ja, zegt Piet. Nee, hij moest vroeg de deur uit. Ik weet niet wanneer hij terugkomt. Mag jij liegen van Sinterklaas? Zegt het jongetje. Hij zit in bad, zegt Piet. Hij wast zijn baard. Ik wacht wel tot hij klaar is, zegt het jongetje. Kan ik binnenkomen? En voordat Deurpiet iets kan zeggen, is het jongetje al over de drempel gestapt. Hoe wist je eigenlijk waar de Sint woonde? Vraagt Piet. Dat hoort geheim te zijn. Gisteren in het bos stonden twee Pieten stiekem te snoepen. Ik ben ze achterna gelopen, zonder dat ze me zagen. En toen wist ik het. Zeg, denk jij dat de Sint al uit het bad is? Hij moet eerst nog ontbijten, zegt Piet. Hoe heet jij eigenlijk? Tim, zegt het jongetje. Ik zou ook wel een broodje lusten. Kun je me bij hem brengen? Hé, ik ben je knechtje niet, zegt Piet verontwaardigd. Mijn best, zegt Tim. Ik vind hem zelf wel. En hij loopt de gang in. Hier en daar doet hij een deur open en na drie deuren heeft hij de Sint gevonden. De goed heilig man zit aan de ontbijttafel de krant te lezen. Hallo Sinterklaas. De Sint kijkt hem over zijn leesbril aan. Dag jongeman. Jij bent... Laat me even nadenken. Tim, nu weet ik het weer. Kom zitten en neem een broodje. Wat kan ik voor je doen? Later, als ik groot ben, wil ik Sinterklaas worden. Daarom kom ik alvast een dagje oefenen. Daar kun je inderdaad niet jong genoeg mee beginnen, beaamt de Sint. Tim pakt een broodje van de schaal. Het lijkt me echt fijn om Sinterklaas te zijn, zegt hij met een volle mond. Sint knikt. Ik heb een mooi beroep. Dat vind ik zelf ook. Ja, zegt Tim, u hoeft maar 3 weken te werken. De rest van het jaar hebt u vrij. U hebt kasten vol speelgoed en lekkers en een bende pieten die u helpen. Dat lijkt me wel wat. Mag ik nog een broodje? Zo kun je het ook bekijken, heeft Sint. Weet je wat? Ik maak jou 1 dag Sinterklaas. Gaaf, zegt Tim. Doen we. Sint doet zijn mijter af en zet hem op het hoofd van Tim. De mijter zakt bijna tot over zijn oren. Hoofdpiet komt binnen. Hij fronst even als hij het jongetje met de mijter ziet. Sint... We zitten met een probleem, zegt de hoofdpiet. Er zijn 2 pieten van het GPPS-scherm verdwenen. Ze zijn spoorloos. Daarvoor moet je vandaag niet bij mij zijn, zegt Sint, zonder van zijn krant op te kijken. Bespreek het maar met mijn opvolger daar. GPPS? Vraagt Tim. Hij heeft het meteen erg warm onder de mijter. Ja, precies, zegt Hoofdpiet ongeduldig. Het grootpietenpositiesysteem. Dat geeft aan waar elke piet zich bevindt. Alleen die 2 niet. Die zijn weer in Sfoetsje. De verdwaalpiet en de vergeetpiet. Altijd dezelfde. Terwijl Sint het sportnieuws leest, neemt de Hoofdpiet Tim mee naar de GPPS-kamer. Een groot scherm is gevuld met lichtjes. Je ziet het, wijst Piet.
Het moeten er 81 zijn en dit zijn er maar 79. Wat doen we daaraan? Zegt Tim. Tja, hij heeft geen flauw idee. Sint zou het wel weten, zegt Piet. Maar die heeft belangrijker dingen aan te doen. De krant lezen en zo. Ik moet bij jou zijn, zei hij. Tim doet zijn mond open, maar voor hij iets kan zeggen, stormt een keukenpiet naar binnen. De gang achter hem staat blauw van de reuk. Een ramp, roept de keukenpiet. Haal de Sint. Alle pepernoten zijn aangebrand. De klungelpiet had het vuur van de hoven hoog gezet. Dan waren ze eerder klaar, dacht hij. Ik had nog zo gezegd dat hij niet meer in de keuken mocht komen. En willen jullie weten hoe het verhaaltje verder gaat? Wel, kijk dan morgen opnieuw voor de rest van het verhaal. Slaap wel. Hey, dag kindjes allemaal. Ik ga jullie vandaag een verhaaltje voorlezen van Elmo en het geheim van Sinterklaas. Daar vaart Elmo, samen met zijn hond Tuur, dat doen ze iedere ochtend een stukje varen. Elmo kijkt naar de meeuwen op de golven. Opeens hoort hij een stem. Hela, Pentje, wat voor dag is het vandaag? Elmo kijkt om. Achter hem ligt zowaar ineens een grote rode stoomboot. Hik het, Elmo. En het is donderdag, antwoordt hij. Oei, dan zijn we te vroeg, zegt de stem. Hik het, Sammy. Zeg, Elmo, weet je een plek waar een stoomboot verstopt kan worden? Het is maar voor 2 dagen. Dat weet Elmo wel. Vaar maar achter mij aan, zegt hij. Hier vlakbij is een baai met hoge duinen. Daar past een stoomboot in. En niemand ziet je daar. De boot past precies. Fijn, Elmo, zegt Sammy. Dankjewel, hoor. Wij gaan thee drinken. Wil je ook? Klim maar naar boven, maar niet te snel. Want wij moeten ons eerst nog verkleden. Elmo stapt de kajuit binnen. Dit zijn mijn neefjes, zegt Sammy. En dat daar is, opa Klaas. Dag Knul, zegt opa Klaas. Wil je suiker in je thee? Ik heet Elmo, zegt Elmo. 2 schepjes graag. Na het bezoek van Elmo stapt hij weer naar buiten. Kom gerust ook eens bij mij langs, zegt hij. Ik woon daar in die vuurtoren, samen met mijn oma. Tegen niemand zeggen dat wij hier zijn, hé? Roept Sammy nog. Nee hoor, roept Elmo terug. Daag! Dan gebeurt er iets vreemds. Er vallen zowaar pepernoten uit de lucht. En het lijkt wel of iemand fluistert. Oeps, per ongeluk. 'S Avonds vertelt Elmo aan oma over Sammy en de boot en de pepernoten. Dat mag wel, vindt hij. Alleen aan oma. Het doet me aan Sinterklaas denken, zegt hij. Maar dat kan niet. Die komt pas over 2 nachten. Het is vreemd, zegt oma. Misschien moeten we vanavond vast al een Sinterklaasliedje zingen. Voor de zekerheid. En zo klinkt er die avond uit de vuurtoren een Sinterklaasliedje. Hoor de wind waait door de bomen. Hier in huis waait zelfs de wind. De volgende ochtend wil Elmo net met Tuur de voordeur uitgaan. Als er ineens op de achterdeur geklopt wordt, het is Sammy. Goedemorgen, zegt hij. Je had gezegd, kom gerust eens langs. Nou, daar zijn we dan. Is de thee klaar? Wat woon je hier leuk?
heb je ook taart? Iedereen praat door elkaar. Dan gaat de bel. Langzaam zwaait de deur open. Daar staat meneer los van de rijdende winkel. Hier zijn de boodschappen voor vandaag, zegt hij. Ho, heb je bezoek? Dit is mijn neefje van overzee, zegt Elmo gauw. Dank u wel voor de boodschappen en tot ziens. Wat een haast. Goed, goed, ik ben al weg, zegt meneer los. Dag! En dan gebeurt het weer. Pepernoten, zomaar uit de lucht. Dat is niet gewoon, denkt meneer los. Maar hij denkt ook, over zee, pepernoten. Elmo heeft Zwarte Piet op bezoek. Hij klopt hard op de deur. Elmo, doe eens open, roept hij. Ik wil je iets vragen. Elmo en Sammy kijken naar beneden. We moeten hier weg, zegt Sammy. Ik weet een list, zegt Elmo. Luister. Meneer Los loopt naar de achterdeur. Maar daar hoort hij de voordeur opengaan. Een geel jasje en een fiets schieten weg op het tuinpad. Hij rent erachteraan. Hé, jochie, stop nou even, roept hij. De fietser draait zich om en roept, ik heet Elmo, hoor. Maar, oh, wie fietst moet voor zich kijken. Hij fietst net in een put. Ben jij het? Meneer Los hijgend. Ik dacht dat, heb je pijn gedaan? Niet erg, zegt Elmo. Nou, dan ga ik maar weer, zegt meneer Los. Dag hoor, zegt Elmo. Hij kijkt naar zijn fiets. Het voorwiel is verbogen. Bij de baai staat oma op hem te wachten. Waar is je fiets? Vraagt ze. Die is stuk, zegt Elmo. Maar de list heeft gewerkt. Sammy en zijn neefjes zijn weg. Ook de boot is weg. Wat jammer, zegt Elmo. Ik had zo graag het paard willen zien, want ik denk echt dat het Sinterklaas was. Ik denk dat het vannacht gaat sneeuwen, zegt oma. Het is laat. Elmo en oma slapen allang. Het torenlicht draait en Elmo droomt. Hij droomt dat hij gekust wordt op zijn hoofd. Opeens schiet hij wakker en kijkt er de kamer in. Hij ziet nog net een flits van rood en wit en goud. Met een klap valt het luik boven de trap dicht. Dan is de kamer weer leeg. Elmo stapt uit bed en loopt naar het raam. Buiten valt de eerste sneeuw. Maar als het licht van de toren voorbij schiet, ziet hij ze gaan. De ruiter en het paard. Sinterklaas, denkt Elmo blij. Hij is bij mij op bezoek geweest. En ik bij hem. Dag.